Zeg eens, weet jij of je nog geld terugkrijgt van de Belastingdienst? Nee, op dit moment niet, nee. Weet jij toevallig ook of je nog iets moet betalen aan de Belastingdienst? Ja, geen idee. Jij bent zeker niet de enige. Zou je daar niet graag een overzicht van willen zien? Ja, is misschien wel makkelijk. Check dan vandaag nog jouw overzicht betalen en ontvangen. Wat dat precies is, dat ga ik vandaag aan jou uitleggen. Kort samengevat is het overzicht betalen en ontvangen een online overzicht van inderdaad openstaande te betalen en ontvangen bedragen. Het is heel simpel. Je gaat naar belastingdienst.nl/overzicht, logt in met DigiD en voilà. Je ziet direct of je iets moet betalen of geld ontvangt. Erg handig. Zo voorkom je dat je een betalingstermijn overschrijdt en misschien een boete krijgt. Dat lijkt me heel fijn. Wat zie je op dit moment in het overzicht betalen en ontvangen? Aangifte inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet. Heb jij je aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar gedaan? Dan zie je in het overzicht of jij een bedrag moet betalen. Dat geldt ook voor de openstaande bedragen voor de zorgverzekeringswet. Dat is fijn, want dan loop je geen betalingsachterstand op. Voorlopige aanslag. Als je je voorlopige aanslag hebt aangevraagd of ontvangen, zie je de te betalen of de ontvangen bedragen van de voorlopige aanslagen ook terug in overzicht betalen en ontvangen. Van, je kan het volgens mij in termijnen betalen. Moet je een voorlopige aanslag betalen, dan kun je in het overzicht ervoor kiezen of je deze in één keer of in termijnen wil betalen. Tip, als je de voorlopige aanslag in termijnen wil betalen, kun je deze het beste in januari aanvragen, want dan heb je maximaal 11 maanden de tijd om deze te betalen. Het totale bedrag moet namelijk zijn betaald in december van het jaar waarover de voorlopige aanslag gaat. Stel je vraagt een voorlopige aanslag pas in juni aan, dan wordt het bedrag verdeeld over 6 maanden. Hoe eerder in het jaar je je voorlopige aanslag aanvraagt, hoe meer termijnen je hebt om het bedrag terug te betalen, des te lager het te betalen maandbedrag wordt. Motorrijtuigenbelasting. Een van de meest gestelde vragen is hoe je eenvoudig je motorrijtuigenbelasting kunt betalen. We hebben daar een antwoord op, want ook deze regel je in het overzicht betalen en ontvangen. Je kunt een automatisch incasso aanvragen om maandelijks te betalen, of je kiest ervoor om de rekeningen per kwartaal over te maken. Toeslagen. Ook zie je in het overzicht betalen en ontvangen je terug te betalen toeslagen. Je te ontvangen toeslagen zie je helaas nog niet terug in het overzicht. Maar de komende tijd blijven we het overzicht updaten met onder andere je te ontvangen toeslagen. Inzicht in wat je hebt betaald en ontvangen. Mocht je willen weten wat je in het verleden hebt betaald en ontvangen, dan kun je dit tot maximaal 2 jaar terug bekijken. Je ziet dan wel alleen je totaalbedragen, geen maandbedragen. Betalen met iDEAL en digitale automatische incasso. Betalen kan tegenwoordig super makkelijk. In plaats van het handmatig overmaken op een rekeningnummer, betaal je openstaande bedragen in overzicht betalen en ontvangen eenvoudig met iDEAL. Wanneer je een automatische incasso wilt doorgeven, bijvoorbeeld voor je voorlopige aanslag of motorrijtuigenbelasting, dan hoef je niet meer te bellen. Ook dit geef je eenvoudig door in overzicht betalen en ontvangen. Geld ontvangen is nog makkelijker, want dat wordt automatisch op je rekening gestort. En ook dat vind je eenvoudig terug in het overzicht. Welke aanslagen en toeslagen er precies worden meegenomen, vind je in je overzicht betalen en ontvangen. We werken continu aan het updaten hiervan, dus hou het in de gaten. Wat vind jij van overzicht betalen en ontvangen? Ja, misschien wel handig, dat we ook weten waar bepaalde dingen vandaan komen. Wil jij weten of jij een openstaand bedrag moet betalen of gaat ontvangen? Check dan vandaag nog het overzicht betalen en ontvangen via belastingdienst.nl/overzicht. Heb je nog vragen? Stel ze dan hieronder in de comments. Wil je meer van dit soort video's zien? Ja, ik denk wel nice. Ja, ik heb het idee dat dat nu wel een beetje ontbreekt. Ik vind het soms ook nogal dat ik denk, hoe werkt het allemaal? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.